Soms moet je stapels mailtjes versturen. Maar er zijn ook berichten die eigenlijk nog niet weg hoeven, maar omdat je toch bezig bent, is het wel zo makkelijk zalvast te maken. Dan kun je in Outlook 2016 gebruik maken van het uitstellen van berichtbezorging. Hoe dat werkt zie je in deze houttoe. Ik heb een nieuw bericht in Outlook 2016 geopend. Je maakt het bericht zoals alle andere berichten. Om de bezorging uit te kunnen stellen ga je naar opties en kies je bezorging uitstellen. Het venster eigenschappen wordt geopend. In dit venster kun je bijvoorbeeld ook aangeven wat de urgentie van het bericht is en de gevoeligheid. En je kunt laten weten wanneer het bericht bezorgd is en of gelezen. Bij de bezorgingsopties kun je het antwoord naar iemand anders laten verzenden. Als je het bezorgmoment wilt uitstellen, geef je dat hier aan. Je kiest datum en tijd. Voor die tijdstip wordt het bericht niet bezorgd. En als je een tijdgevoelig bericht verzendt, kun je een vervaldatum instellen via verloopt na. Als je hier een datum en tijd kiest en de ontvanger ziet dit bericht pas na die tijd, dan zal het bericht bij de ontvanger doorgestreept worden weergegeven. Dat is voor de ontvanger handig zodat hij ziet dat het bericht niet meer belangrijk is. Ik heb een bezorgmoment gekozen. En verzend het bericht. In de map postvak uit vind je het bericht terug met het tijdstip waarop het wordt verzonden. Tot zover deze houdt toe over het uitstellen van berichtbezorging binnen Outlook 2016.